Hallo! Kelly geestelt zichzelf door de jas aan te houden. Nou. Ja, het hoeft niet over, maar ze mag beginnen. Ja. Heeft ze al wat meer ZZ-licht gereden? Ja. Volgens mij één officiële wedstrijd nu. Maar dat weet ik niet zeker. Oké, de galopade is goed binnenkomen, maar hij zou wat meer bergop mogen. Het halt houden zien we dat hij te weinig gesloten is, ook niet recht staat. En hij loopt een beetje, hij wandelt er een beetje uit bij de groet. Dat mag echt niet, zonder voordat hij stil blijft staan. Dus dat is een 5. Oeh. Iets rustiger opbouwen, het was net ook iets te heftig. En het geheel ook wat meer gedragen blijven daarin, maar ook niet meer doen. Dit is genoeg. Jammer van die hakkel, dus dat zou in de wedstrijd een 4 zijn. Appiëren naar links geef ik een 6. Meer het gewicht op het achterbeen nemen en meer gebogen houden om het binnenbeen, dat we ook een betere scharing krijgen van allebei de benen. Schouderbinnenwaarts zien we hier in het tweede gedeelte gaat hij even wat van de lijn af. Proberen meer op het achterbeen te houden, een 6. En in de S wil ik daar wat meer lengtebuiging in het tweede gedeelte. We zien ook dat hij daar niet wil buigen, zelfs uitzwaait. Een 5. Dan een 7 voor de schouderbinnenwaarts naar rechts. Die is dan weer een stuk beter. Maar hier let op dat je hem hier gedragen blijft houden op de korte zijde. Beter instellen, even vanuit schouder voorhouden. Een 5 voor dit appiëren, want we zien dat hij te weinig schaart, maar ook te weinig doorkomt in het achterbeen. En te weinig parallel blijft. Oh, het halt is heel erg abrupt, is niet voorbereid, ook op 3 benen. En we zien het achterwaarts gaan, zien we daar dan ook. Het paard geen diagonaal hebben. Is te weinig gesloten. Een 4. De middenstap een 6. Nog wat actiever treden. Niet sneller, maar wel actiever. De uitgestrekte stap is in de beweging oké. Let wel op, zo ja, dat hij ontspannen blijft en je constante halsdaling naar je hand toe. Een 7. Keertwending en 5. We zien dat hij blijft wel in het takt, maar in het tweede gedeelte stapt hij er wat uit in de achterhand. En deze keer twinning in 4, want het paard gaat in de verkeerde stelling en hij mist de zuivere 4 takt. De verzamelde stap een 6, daar willen we meer ruggebruik in blijven zien. Pirouette een 4. Hij is te weinig gebogen om het binnenbeen. Houdt zich vast in het lichaam. En we zien bij het uitrijden ook een taktfout erin zitten. En een 7 voor de wissel. Appiëren een 6. We zien dat paard wat terugkomt op de hand. Wordt ook wat onrustig in de aanleuning. Een 7 voor het appiëren, voor de wissel.
En een 6 voor het appiëren naar rechts. Meer berg ophouden en actiever in de sprong. Voor de uitgestrekte galop geef hem een 3. Want hij heeft al een hakkel. Daarna springt hij een keer over en dan springt hij weer een keer snel terug. En we geven hem een 6 voor de wissel die daarna komt. Een 6 voor het appuyeren, voor de pirouette. Meer gebogen om het binnenbeen. En meer het gewicht opnemen op het achterbeen. Vooral in de eerste sprongen zien we dat hij een klein beetje op zijn teen springt. En hij moet meer afdrukken op de volledige hoef. Een 7 voor de wissel. De wissel is correct gesprongen. Prima wissels, alle drie mooi aan de hulp. Hij zou zich op zich nog een klein beetje losser mogen laten in de slangenvolte, in het lijf, in de wissels. Maar ik wil hier toch wel een 8 voor geven. Dat was goed gereden. Uitgestrekte galop een 7, netjes recht, wil ook goed vertrekken. En de verzamelde galop ook een 7. En het halt houden. Het halt houden verdient de aandacht. Hè? Dat ze, de overgang is te weinig direct en ook te weinig in balans. Een 5. Stap. Ik geef voor de stap van dit paard, want hij kan verder wel correct stappen. De stap een 7. De draf. Daar geef ik ook een 7 voor. De galop. Een 6. De galop ook een 7. Wel met de opmerking, de 3-takt blijft goed. Maar zorg er wel voor dat hij wat meer ontspannen blijft in de rug. Impuls in de verzameling een 6. Vanwege de gedragenheid in de draf en het ruggebruik. De aanleuning ook een 6, want in de draf wil ik hem graag wat meer voor je uit zien. En er zaten natuurlijk ook wat hakkeltjes in, houding en zit een 6. Amazone gaat te ver achterover zitten, te ver achter de verticale loodlijn. Rijvaardigheid op dit moment ook een 6, vanwege de foutjes die erin zaten. En ik wil even wel zeggen, probeer nog iets rustiger te rijden. En niet langzamer, maar iets meer in de rust, dat het paard meer naar de gedragenheid komt. En dat je nog wat rustiger die oefeningen kunt voorbereiden.